Nou, welkom iedereen. Zoals je ziet zijn we de spullen bij elkaar aan het pakken. We nemen jullie mee naar een stuwmeer. We gaan bootvissen op de grote stuwmeren. En we laten zien hoe we het gaan doen. Wat de aanpak is. Wat we verwachten eigenlijk. Welke omstandigheden je tegen kan komen. Waar de vissen zich bevinden. We gaan eerst zoeken. Meerdere plekken aanmaken en dan beginnen om alle plekken af te vissen. We zijn zeer benieuwd wat het gaat opleveren. We hebben in ieder geval genoeg voer mee, in totaal 300 kilo. We hebben een mix van tijgers, mais, pellets en wollen. En daar komt alle mais vandaan, uit de achtertuin. Dus eigenlijk alles om zo breed mogelijk eigenlijk het aas aan te bieden. Ja, we gaan nog de laatste dingen voorbereiden. We nemen de grote boot mee. En de Raptor. Allebei met benzinemotor. Twee visvinders. Genoeg accu's, drones. Nu is dit een bijzondere tijd. Gaan we echt op avontuur. We gaan 10 dagen verkennen. En proberen de vissen te lokaliseren door veel te varen, te kijken, toch ook overdag te verkassen steeds. Deze keer ga ik met Alfa samen. Vandaag staat het teken van verkennen. Het is mega groot, mega vet. En dat is het mooie van het verhaal. We weten er, dat de vis zwemt natuurlijk. Daar gaat hij hoor. Even gaan kijken. Het is hier echt werkelijk geniaal. Ik ben net wakker geworden. Mist echt wel een beetje op. We gaan nu naar de trailerhelling. De goede die bereikbaar is. Gisteren hebben we er 2 geprobeerd en die gingen heel lastig. Dus het is niet zo eenvoudig om hier te traileren. Zo, klaar voor actie? Yes. Mooi. Klaar om te gaan. In een half uurtje kunnen we traileren. Nice. En dan gaan we er lekker vandoor. Is het misschien wel 5 graden warmer dan op de lot. Misschien is het wel 15, 16 graden. Je ziet hier wel wat mosseltjes liggen, we hebben wat kreeftjes gezien. Een beetje standaard ingrediënten van de rivier. En Alvar gaat nu varen naar onze stek waar we elkaar weer ontmoeten. En dan gaan we de eerste plekken bevoeren. We beginnen met 4 plekken.
gaan we vannacht even in stand zitten. Even kijken wat het wordt. Alvars ondertussen nu naar onze meetingplek aan het varen. En ik kan dan even kijken natuurlijk naar plekken. Gaan we straks pas van start. Maar het is toch in deze herfstkleuren echt weer heel vet hier. Je ziet dat de waterstand fors gedaald is en hoe hoog het water kan komen. En dan zie je dus ook echt hoe steil die sleuven altijd zijn. Kijk maar, als je deze pakt, dat is gewoon super diep. En dat loopt gewoon naar beneden. Dus dit zijn geen interessante plekken in eerste instantie om te karperen. Deze slaan we over. Dus we gaan juist op dit soort binnenbocht eigenlijk aan de gang. Want dan kan je gewoon het meeste gebied bereik je dan. En kan je de meest verschillende dieptes pakken. Dus dat is onze aanpak en wij gaan weer verder hier. Oké, plek 2 hebben we net bevoerd. We gaan nu instant op de derde plek en morgen moeten we naar de andere kant om twee plekken te maken, want het is te laat. Lekker. Lekker. 17. Hij is lekker wild. Ja. Wauw, wat vet. Eerste dag, meteen actie. En nu gaan we overdag naar, naar weer nieuwe stekken. Eigenlijk in de ochtend kwam hier. Mooi hè. Uit de stroming ook. Traag aanbeet. Wat een beest joh. Thank you.
1 kunnen we zeggen dat het heel groot is. Het is heel lang, heel divers. We hebben nu zeg maar het ondiepe gedeelte tot ongeveer de helft in kaart gebracht. Naarmate je naar de dam gaat worden dieper. En elke bocht is mooi. Dat is ook echt een valkuil hier. En je ziet het aan de omgeving, is wel echt heel anders. Dat spreekt me altijd erg aan. Alfa natuurlijk ook. Dat is vet. En als je dan ook nog kan vangen en met de boot zeg maar je plan uit kan voeren, dat is echt wel vet. Dat is echt leuk. En omdat het heel, heel groot is, persoonlijk vind ik dat hoe groter hoe beter. En dat kan je hier echt wel doen. Maar om even een lang verhaal kort te maken. Het is immens. We hebben nu een zone afgebakend om te gaan vissen met voerplekken. En naar buiten gewoon te kijken, want anders is het meer varen dan vissen. En we hebben het idee dat je hier overdag ook gewoon goed kan vangen. Dus dat gaan we meer doen, meer vissen. En iets minder varen. Maar goed, we komen altijd voor de omgeving ook. Dus dat moeten we blijven doen. Dit is eigenlijk de enige dagstek die we nu gevist hebben. Vanwege het varen. En we gaan zo dus nog 2 plekken bevoeren. En dan de ondiepste nachtplek bevissen. En dan gaan we morgen weer alle plekken langs. Dus ik ben benieuwd wat de schepen gaat opleveren. Varen we 2 keer heen en weer. We maken dus 2 stroken op 2 hoogtes. En de hele emmer gaat erin. Mollen, tijgers en muis natuurlijk. Hop. Thank you.
Wauw, echt net in de schemer weer. Lekker. Hoort erbij, hè? Nieuwe kansen. Nieuwe kansen. En prachtig weer. Je ziet daar een beetje een soort die nevel of zo. Wat zou dat zijn? Ja. Ik denk van die... dat afval verbrand. Ja, precies van die... Ja, want verderop was het ook zo'n rook. Het is toch met waas een beetje, die strijddicht wat je hebt. Ja, of misschien nog vocht in de lucht van vanmorgen. Wat een verschil. Ja, 's morgens koud en mist, dan trekt hij altijd op. Dat is wel lekker dat we dat weten. Ja, dat is echt lekker. Wow. Nice, verder hengel. Wauw. Vet beest om mee te beginnen. Echt twee runs achter elkaar op het weid. En ja, kijk wat een ding. Heel vet. We zitten nu meer stroomopwaarts. Het is hier wat helderder. Minder stroming. Wat breder. En, goed, ze liggen op het voer. We hebben één dag gevoerd. Dus het is wel echt een heel vet dit. Dit is nice. Hier doen we het voor, je hebt het altijd. Ah, nice man. Mooie bekken. Echte vette vis. Vet. Het is dik hoor. Ankertouwtje voor Bette. Wow, actie. Ja. Wow. Het is dik hoor. Ja man. Mooi weer. Ja. Lekker man. Ja, dat is waarschijnlijk zo'n harde klap. Mooie winterkleuren van het meer. Ja, het is donker. Mooi, gaan we eens even lekker foto's maken. Laat het maar zien. Nice. Wow. Deze is even mooi. Ja, oh, als je hem zo even stilhoudt. Dikke, dikke mooie schub. Wauw. Hou maar eens even mooi stil.
er stil van. Wat een vangst, man. Heel gaaf. Check deze, full colored schubje, mooie schub. Weer vol in het daglicht. En we waren net aan het eten zoals altijd en dan ging die weer. Vis op deze plek ver uit de kant, ook weer 2 keer 25 kilo gevoerd. En ja, zo snel dus al vis. Dus gaan snel weer die hengels uitvaren en dan daar verwachten we er eigenlijk nog wel een paar. En dan gaan we straks weer weg. Kan je hem tillen? Hè? Visje in de mat. Zeg maar gerust vis. Show me the money. Oh ja, was niet eens op het beeld. Hij past niet eens op het beeld. Wauw, wauw, wauw. Heel vet, man. Yes, yes. Dubbel run. Heel mooi. Geoogst en we kunnen weer verder naar de volgende plek. Steeds mag weer zwemmen. En dan gaan we weer. Scheet het ook allemaal mooi uit, hè, deze? Geweldig, hè? Ja, hier is in één keer weg. Mooi. Zo even doen. Ja, kom maar. 1, 2. Zo. Wegwezen. Hoppa.
Wat ben jij aan het doen, hé? Drillen? Kom even de karper aan. En er ligt hier een in netje. Ook een dikke. Ja, dit is hem. De grijze, de lange, de topvis van het water. Nee, dat weet je dus hier helemaal niet. Want hier weet je niks van, dat is het leuke. Dan vang je nog eens gewoon vissen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Leuk, dan zit Henkie weer terug. Wat een vet beest zeg. Sterker. Weer chaos. Nu alweer een. Uitvaren. Vangen we er. Ja, vangen, blijven we vangen, dus we blijven uitvaren. Lekker wakker worden zo. Jezus man. Ja. Nou, dat was weer een dubbelrun. In de ochtend. Een mooi visje. Zeker. Drills beginnen wel een beetje beter te worden, hè? Ja, wel wat harder. Sommige vissen wat kleiner, want eerst vingen we alleen maar groot. Ja, zo'n klein maar wel mooi. Super bruut. Wacht, ik zoom even in die kop, op die kop in. We hebben een soort kooi-achtige Q-deksel, ja. Wel mooi. Ja. Ja, we hebben bijna de boot geraakt met zijn geweer. Tyfus. Lekker hoor. Hoe ver de run was dit eigenlijk inmiddels? 60 of zo. Ja. Het gaat maar door, hè? Daar zijn we weer. Het loopt gewoon de hele dag door nu. Echt die drill, jongen, was super vet. En ja, alle hengels lopen eigenlijk af. Dus dat is eigenlijk wat je wil natuurlijk. Ja, dit is weer echt een typische mooie vis, hoe die eruit hoort te zien. Ja. Tijdens het foto's maken, hè? Ja, even rennen, hè? Rennen voor een vis. Wat nice. Daar gaat ie. De bellyboot sloeg echt alles, toch? Toen we net aan het... Wauw. Toppunt was dat. Niet normaal. Maar ook op deze, op dit stuk water, weet je, we gaan bellyboot. Ja. In het donker. Ja. Zonder fishfinder. En dan niks van licht. In de mist. Ah, man. Voor goud. En gelijk in onze lijn. Ja. Dat is wel mooi. Echt bijzonder. We krijgen de dag daarna. Ja, die kettingzaag was. Die kettingzaag. In het donker, weer. Met een mega lamp. Ja. Wij dachten, we worden ontdekt op onze slaapplek. Ja. En in één keer dachten we, er is nog een motor. En goed luisteren en dat was gewoon een kettingzaag. Iemand was gewoon hout aan het zagen in het donker. Heel apart. Ja. En toen vanmorgen hoorden we een soort doffe knal. Oh ja. En 10 minuten later vlogen de kogels bijna over ons hoofd. Ja, die vent, ja, hierboven. Die jager.
Ja, dat was ook echt fijn, hoor. Wat hier allemaal gebeurt is echt bijzonder. Naar koffie of zo, hè? Run! Ja hoor. Yes, yes, weer een. Het houdt niet op. Zo, even bij de motor vandaan. Wat een bak weer, man. En een drill, wauw. We blijven het zeggen, maar stuk voor stuk unieke vissen. En ja, de plek blijft gewoon lopen. Zag ik er nog afgezocht. Super vet, man. Heerlijk. Oké, lekker bezig. Lekker man. Nice man. Top. Kijk, dit is het geheim van de smid. Tijgers, mais, triple sweet en pellets. En dit is ook een heel mooi voertje voor de lot. Ik denk dat ik dit vaker ga toepassen. En Alfa was er ook zeer over te spreken, deze combi. Leuk. Dat je goed eet tijdens het vissen. Dat is zeker belangrijk. Want met al het drillen. Dat hebben we wel verdiend ook. Zeker. Zitten we op de bodem van het meer? Ja, dat klopt. Zo mooi hoeveel meer prijs heeft in deze, ja. Deze maanden. Ik zie hoe mooi die. Ja, die kiest dus ook hier aan de kant eigenlijk. Die is sneller. Ja. Dan kan je weer lopen zien dat het water tot hier staat. Ja, ja. Oude plaatjes. En de
zomer staat gewoon daar tot aan die... Ja, het is een eigen trappetje of zo. Ja. Ongelooflijk. Dat tof. Nee, het is, ja, het gaat alle kanten op. Geen dag is hetzelfde geweest. Geen muur eigenlijk. Ja. We zitten weer onze korte broek t-shirt. Lekker warm, ja. 2 uur geleden in de winterjas. Heerlijk. Lichte mist. Nu is het bijna strak blauw. Het is wel weer echt, ja, een mooi avontuur. Zo groot, ja. Zoeken, vinden, voeren, lassen. Ja, je kunt hier jaren aan de gang in principe. Je moet echt een soort plan maken voor... Zonder plan geen... Nee, dan word je helemaal gek van de opties. Laatste blik op het meer. We kijken nog even rond. De boot staat klaar om te gaan. Het is mooi geweest. En we komen zeker terug. Niet één keer, maar nog veel vaker, denk ik.